Rotterdam in de ban van Fortuin en de finale. De lijst Fortuin. Wie zijn ze? Wat kunnen ze? De politieke partijen voeren geen campagne, maar voor hoe lang? Intensieve beveiliging van politici helpt, maar garandeert niks, zeggen specialisten. Goedenavond, achtergronden bij het nieuws in Nova. Veel emoties in Rotterdam vandaag opnieuw. Feyenoord speelt in de finale van de UEFA Cup in haar eigen Kuip. En tegelijkertijd is er vandaag ook nog steeds veel verdriet over de aanslag op Pim Fortuyn. Bloemen bij zijn huis en nog steeds nieuwe overdenkingen in het condoleanceregister in het stadhuis. De moord op de leider van Leefbaar Rotterdam werd vanmiddag op een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad herdacht. Verslag van Jan Rijf. In een democratie, kogels vliegen, sterft het woord. Op 6 mei is het ondenkbare gebeurd. Zeeën van emoties in Rotterdam, bij het huis van Fortuyn. En op het stadhuisbordes voor de herdenking van de gemeenteraad. Wanneer zal die laatste verschrikkelijke foto die van hem gemaakt is, van ons netvlies verdwijnen? Ik heb gehoord dat hij wel eens gevraagd is door een DJ, een bevriend DJ, om een avondje plaatjes te draaien. En toen heeft hij gezegd, dat wil ik wel. Maar dan draai ik de hele avond Bach. En ik heb daar een andere kringel aan gerefereerd. De laatste koraal van de Matthäus heet: in tränen setzen wir uns nieder. En dat doen we nu. In tranen zetten wij ons te neer. En ik wil daarbij zeggen, in tranen zetten wij ons in verbittering, in verbijstering en in verdriet te neer. De condoleanceregisters worden vanuit alle lagen in de bevolking getekend. De dood van Fortuyn verbroedert ook. Leefbaar Rotterdam verzocht de grootste verliezer, de PvdA, ook het woord te voeren namens de raad. Hij heeft de politiek weer in de huiskamer gebracht en hoop teruggebracht bij kiezers die hun vertrouwen in de gevestigde partijen verloren hadden. Niet-stemmers verleidde hij tot een gang naar de stembus. Wil je voorlezen wat je hebt opgeschreven? Pim, bedankt voor jouw woorden. U neemt voor Kloon, Marion en Wilco Kester, Rosmalen uit Brabant. Bedankt. Pim Fortuyn verwoordde de gedachten van mensen die de politiek de rug hadden toegekeerd. Hij werd de spreekbuis van mensen die ontevreden waren met de Rotterdamse en de Nederlandse politiek. Maar hij was niet alleen de stem van een zwijgende groep burgers. Hij dwong ook zijn politieke tegenstanders om zich uit te spreken. Lieve Pim, jij zei wat wij allemaal dachten. Ik hoop dat je dit ziet van boven, het houden van je. Rust in vrede. Er was ook wat verbittering jegens de pers. En dat heb ik ook niet altijd begrepen. Hij heeft de pers altijd eenzijdigheid verweten. En soms gebeurde dat ook, maar daar stond ook tegenover dat de pers hem op cruciale momenten overeind heeft gehouden. De verbittering geldt dus niet zozeer de pers en de politieke tegenstanders, die natuurlijk nooit hebben kunnen vermoeden wat er gebeurde. En die dit natuurlijk nooit in de nimmer hebben gewild. Wie wil dat in ons land? Die verbittering geldt die paranoïde schoft, die egoïst, die het nodig heeft gevonden om onze Pim op straat te vermoorden. We hebben hier geen woorden voor. Goed zijn met jou. Onze gedachten gaan ook uit naar de nabestaanden. Dag lieve Pim, you never walk alone, Laura. In het land, ons land, waarin de 17e eeuw Spinoza kon zeggen, in die diep religieuze samenleving, dat God niet bestaat. Waar de mensen diep verontwaardigd waren dat hij dat zei. Maar ze hebben hem wel met rust gelaten. Sterker nog, hij kon het opschrijven en hij kon het publiceren. Het werd hem niet in dank afgenomen. En mede daar Spinoza is dat laatste juk van het menselijk denken weggehaald en zijn wij in dit land vrijdenkers geworden.
hebben we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Deze moord mag de politiek niet lam leggen. Een mening moet gezegd kunnen worden. Ieders mening moet geuit kunnen worden. Het is al eerder gezegd, in dit land bestrijden we elkaar met woorden. De vrijheid van meningsuiting is één van de basisvoorwaarden voor onze democratie. Het is een groot goed. En we zullen natuurlijk altijd blijven denken, wat is er in hem omgegaan die laatste momenten. En ik heb van Albert de Boy gehoord dat het Marokkaanse meisje dat bij hem in de fractie zit, op het laatste moment zijn hand heeft beetgehaald. Woorden schieten met de kortere zag, lieve Pim. Je bent een groot voorbeeld voor me. En lieve Pim, je was een voorbeeld. De politiek heeft je kapot gemaakt. Voor altijd in gedachten. Als God bestaat, en die zin die mogen we in deze zaal zeggen. En die mogen we in dit land zeggen. Als God bestaat, Pim, dan ben je nooit meer eenzaam. Dan heb je nu de ware liefde gevonden. Rotterdam vanmiddag. En dan was er dus die finale vanavond. Voor een Nederlandse voetbalclub tegenwoordig een buitengewone prestatie. Toevallig, want dat is altijd lang van tevoren vastgesteld, in het eigen stadion. Een unieke combinatie die vanavond uit zal groeien tot een feest. We komen er straks op terug. Eerst een reportage over de dag van de wedstrijd van Jan Verloenen. De hele middag wordt er tegenover het stadhuis alvast feest gevierd. De Feyenoord supporters zijn optimistisch. En Pim Fortuyn is hun held. Een geweldige dag. Op voetbalgebied. Maar dan ook alleen op voetbalgebied. En de rest moeten we maar heel eventjes vergeten. En lukt dat? Moeite. Moeite. In het achterhoofd speelt het allemaal mee. Maar als je dit zo ziet, dat is echt Rotterdams, Nederlands. Dat is geweldig. Maar het achterhoofd, daar speelde nog wat anders mee. Stadhuis ligt hier 100 meter vandaan, hè? Ja, dat is. Ik krijg daar een beetje koud van. Je had er veel meer zin in. Maandag was ik echt wel zenuwachtig, maar gisteren heb ik dat gewoon helemaal vergeten. Dus het is toch wel anders. Je voelde gewoon die spanning van de wedstrijd voor vandaag. En die is echt helemaal verdwenen bijna. Dus het is wel veranderd. Wimmy bedankt! Wimmy bedankt! Wimmy, Wimmy, Wimmy bedankt! Hier wordt een feest gevierd door Feyenoord supporters natuurlijk. En die zeggen, ja, we moeten het maar even één dag uit ons hoofd zetten. Snapt u dat? Dat vind ik ook. Die mensen hebben ook de best gedaan. Hè? Het leven gaat door. Hoe slecht het, hoe rot het af en toe is voor ons. Intussen arriveren de Duitse supporters in Rotterdam-Zuid. Ze worden opgevangen bij Sportpaleis Ahoy, ver weg van de Feyenoord supporters. Erg subtiel zijn de liedjes niet. Ja, wenn es Frühling wird, dann werfen wir Bomben auf Rotterdam. Ik wil mijn fietsje terug. Ik wil mijn fietsje terug. Maar het merendeel van de supporters gedraagt zich. Hoewel er veel kritiek is op de UEFA, die uitgerekend de Kuip uitkoos voor de finale. Wie kan die UEFA, den schlimmsten skinheads, aan een UEFA Cup in het spel geven. Ja. Wie kan dat passeren? Kunt u het maar erklären, wat u genau meint? Ja, maar Rotterdam is toch de schlimmste skinheads van ganz Europa. Waarom gibt es da ein Endspiel? Es gibt Amsterdam, es gibt Utrecht, es gibt Feyenoord, was auch immer. Warum Rotterdam? Het scheiden van Duitse en Nederlandse supporters in twee stadsdelen zit de Duitsers erg hoog. Je moet jezelf maar vragen of dat alles normaal is. Dat dat zo zijn moet bij een voetbalspiel. Wat meinen ze? Ja, concreet kan ik je zeggen. Wenn man schon einteilen muss in zwei Abteilungen, da dürfen nur die, da dürfen nur die. Nur wir müssen uns die Frage stellen, wir sind in Europa und Europa soll zusammenwachsen. Und diese Frage müssen wir uns stellen. De dood van de Nederlandse politicus Fortuyn is doorgedrongen tot de Duitse supporters. Ze uiten zich hierover terughoudend. Mit welchen Gedanken gehen Sie jetzt hier nach Rotterdam? Mit gemischten Gefühlen. Nicht nur alleine wegen der Ermordung von Fortuyn. Sondern auch ein wenig Angst,
um die Ausschreitungen, die vielleicht passieren können mit holländischen Fans. Das Interesse war sehr groß in Deutschland über diesen Anschlag. Manu Kelly, wir haben es in Deutschland vor kurzem auch erlebt. Erfurt. Ja, in Erfurt und dergleichen. Momentan, man weiß nicht mehr, was los ist in den einzelnen Ländern. Also es ist einfach schade einfach. Ne? Hoffentlich leidet der Sport nicht drunter und ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird heute. Wer gewinnt, ist mir eigentlich fast egal schon. Die Hoffnung, wir sind deutscher Meister. Meister! Auf jeden Fall ist das scheiße, dass jemand umgebracht wird, nur weil er seine Meinung vertritt. Das ist absolut scheiße. Egal, welche Richtung das geht, muss man sagen, ist absolut scheiße. Denn seine Meinung sollte man in Europa, ganz Europa, frei äußern dürfen. Ob Holländer, Deutscher und egal, welche Richtung. Zowel in Ahoy als in de binnenstad wordt volop gedronken. Mooi weer, dus veel bier. Ja. Bent u daar niet veel rust over? Ja. Dat is altijd weer een afweging wat er gebeurt. Het is nu goed weer. Men weet dat men inderdaad mag drinken alleen binnen die afgehekte terrassen of in de bar zelf. Nou, dat maakt ze niks uit. Nee, dat maakt ze dus niet uit. Nou, het enige wat we dus proberen te voorkomen dat als er dus verstoringen komen van de openbare orde, dat we dat proberen toch direct de kop in te drukken. Maar ja, we kunnen niet tegengaan dat er erg veel gedronken wordt. De woordvoerder laat doorschemeren dat wat hem betreft het wel anders had gemoeten. Met het alcoholgebruik en die toestemming om te drinken. Ik dacht, het is zo, maar ik heb helemaal gezien. Ja. Pillen. Ook. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, ja. Kijk, ze worden niet gefouilleerd natuurlijk als ze binnen gaan. Ja. Dan moet echt de burgemeester zeggen, ja, af met die handel. En nou moeten we maar proberen de zaak te beheersen. Dat was Rotterdam vanmiddag. En dan gaan we nu rechtstreeks naar beelden in de Kuip in Rotterdam. Ze zijn al een klein beetje uitgefeest, maar het is waar. Feyenoord heeft gewonnen met 3-2 van Borussia. Hebben de UEFA Cup gewonnen. En ze lopen nu naar het podium waar die beker staat. En hij direct zal worden uitgereikt aan de aanvoerder van Feyenoord. U ziet daar Pierre van Hooijdonk, hij maakte vanavond 2 doelpunten. Dit is de keeper, Zoetebier, hij staat bij de voorzitter van de UEFA. Ze krijgen allemaal een medaille, zoals u ziet. En die beker staat daar te glimmen. En het kan niet al te lang duren of u ziet dat Feyenoord de beker zal worden uitgereikt. En misschien krijgen we het commentaar er wel even bij van Eddy Poelman. Komen ze voorbij. Power kijkt er nog naar. Kalou, Raza en de andere. Chris Guillon. Goeie wedstrijd als vervanger van Brett Emmerton. Kees van Wonderen. Johan Elmander. Ivan Corneev. Pierre van Hooijdonk. Feridaan. Jon Daal Thomasson, halverwege het seizoen gekomen, de Chileen Aros, Pieter Kolle, ja natuurlijk zijn ze er allemaal. Leonardo 2 en op de achtergrond al vaak de trainer, die dit seizoen rustig gebleven is en in alle rust gebouwd heeft aan een steeds sterker collectief. Ook Eddy Smollerek heeft een medaille. De staf van Marwijk met God en been. En daar is hij, de aanvoerder Paul Bosveld. En daar is hij, de UEFA Cup. Beloning voor een goed collectief. Beloning voor een goed legioen ook.
feest, groot feest in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord heeft de UEFA Cup. Een dag van contrasten. We hebben het weer over Pim Fortuyn nu. Pim Fortuyn die dwong zijn politieke tegenstanders om zich uit te spreken. Hij vocht tegen de zelfgenoegzaamheid die naar zijn idee in de politiek de overhand had gekregen. En dat zei, u zag het eerder al, de Rotterdamse burgemeester Opstelten tijdens de herdenking in de gemeenteraad over Pim Fortuyn. En dat de lijst Pim Fortuyn zonder de lijsttrekker toch veel stemmen zal trekken, dat is duidelijk. De verantwoordelijkheid om er dan vervolgens in zijn geest politiek van te maken ligt bij mensen die niet of nauwelijks in de publiciteit kwamen. Dit zijn de kandidaten die bovenaan de lijst Fortuyn staan. Eind maart stelde Pim Fortuyn de mensen op zijn lijst voor. Zijn eigen rol stond voor hem al heel lang vast. Dit zei hij 8 jaar geleden in het schaduwkabinet van de TROS. Dus hij valt af. Nou, ik heb een mooie ploeg geformeerd, meneer Bosboom. Dus ik besluit maar, ik doe het zelf. De eerste plaats op lijst 15 blijft leeg. Die was en blijft voor Pim Fortuyn. Als nummer 2 op onze lijst, Dr. Anders Jao Varela. De 27-jarige econoom van Kaapverdiaanse afkomst woont sinds zijn 6e in Nederland. Sporters kennen hem ook als verspringer. Hij werkte bij een cosmetica-concern tot hij zijn diensten aan Fortuyn aanbood. Nu is hij de minderhedenspecialist van de partij en geldt als rolmodel voor allochtonen. Goedenavond allemaal. Wat ik zie de laatste 10 jaar, dat die tweedeling in de maatschappij tussen met name de autochtone en allochtone mensen steeds groter wordt. Nou, het is duidelijk te zien bij welke groep ik natuurlijk behoor. Ik zou dat zonde vinden als die trend zich voort zou zetten. Jim Jansen van Raak. Nummer 3 is een man met politieke ervaring. Hij stond aan de basis van de vorming van het CDA. Jansen van Raak was lid van de Tweede Kamer en van het Europarlement. Daar bladderde zijn reputatie af, omdat hij enkele keren werd vervolgd voor fraude. Op zijn 69e verheugt hij zich op de nieuwe politieke partij. De Eindhoven. Er wordt wel eens gezegd, waar Pim komt, komt ruzie. Ook een beetje bewezen. Er is niets mooiers dan ruzie. Nou, dat moet ook blijken. Ja. Vindt u dat? Fantastisch. Ja? De derde op onze lijst, nu al. Plaats 4 is de 43-jarige landbouwdeskundige Winnie de Jong. Ze werkte bij het ministerie van Landbouw en tot voor kort bij het Centraal Bureau Levensmiddelen. Ik ben altijd een etiketlezer. Ik kijk altijd van wat zit erin. Maar ik kijk ook bij chocola bijvoorbeeld van hoeveel cacao zit erin. Omdat ik dat ook zeer interessante informatie vind. Maar vindt u... Ze heeft lang in Duitsland gewoond. Nu is ze het geweten van de Nederlandse supermarkten en deskundig in ethische voedselkwesties. Ze is niet eerder politiek actief geweest. Na de dood van Fortuyn wordt ze genoemd als nieuwe lijsttrekker. Hij had vertrouwen in mensen. En ik denk dat de kiezers ook het vertrouwen in deze mensen moeten hebben. En de reden dat hij ons beschermde met het naar buiten gaan was, omdat die media iedere keer zo begint te hakketakken. Dr. Ferry Hogendijk, oud-hoofdredacteur van de Elsevier. Wie wil wat zeggen? 20 jaar lang was hij hoofdredacteur van het opinieblad Elsevier. Ook was hij commentator en presentator. En nauw betrokken bij de VVD. Paarse jaren. Wij stellen het bijzonder op prijs dat minister-president Marijnen ons vanavond wil ontvangen hier. Om het zijn 50 jaar lidmaatschap van de VVD ruilde hij op 68-jarige leeftijd in voor de lijst Fortuyn. Dames en heren, de dijken van het poldermodel zijn doorgebroken. De heren Melkert en Dijkstal staan vastgenageld als vogelverschrikkers aan de grond genageld. Zien de vloedgolf op zich afkomen van het water en zien massaal de kiezers achter zich verdwijnen. Op plaats 6 staat Matt Herbe. 49 jaar en voor hij de voorlichting van de lijst Fortuyn ging doen, was hij voorlichter bij het ministerie van Defensie. Ook was hij woordvoerder voor de Haagse Vrijmetselaarsloge. Na de moord op Fortuyn is hij opnieuw degene die het woord voert. Pim hield van de democratie, van verkiezingen. Dus willen wij dat de verkiezingen ook doorgaan.
Mat Herben. Dus de zesde op de kandidatenlijst. Peter Langendam is bestuurslid. En ze zouden eerst hier naar de studio in Hilversum komen, maar om veiligheidsredenen wilden ze op het laatste moment het gesprek in Rotterdam voeren. Verslaggever Willem Lust praat met Mat Herben en Peter Langendam. We zijn nu in Rotterdam. Er is elders in de stad is een voetbalfeest gaande. Dat moet voor u toch wel heel vreemd en bizar zijn. Deven is natuurlijk altijd bizar. Als je hebt meegemaakt dat een geliefde overlijdt of een familielid en je ziet de zon schijnen, dan denk je ook van het leven gaat toch door. Maar inderdaad, vandaag was het voor ons bijzonder navrant, want we hebben afscheid genomen van Pim in het mortuarium. Dat was voor de mensen van de lijst Pim Fortuyn en mensen van Leven Rotterdam een uiterst emotionele gebeurtenis. Maar ja, het leven gaat door. En ik, eerlijk gezegd, ben ik blij dat nu de voetbalwedstrijd gaande is in Rotterdam. Ik sprak daar gisteren over met burgemeester Opstelten. Ik hoop dat op deze manier de opgekropte emoties zich op een positieve manier kunnen ontladen. Ik ben er zeker van dat Feyenoord gaat winnen. Dus dat moet een goede dag worden. Er is iets afschuwelijks gebeurd in het land. Zeker in uw partij. Maakt u zich zorgen over eventuele nieuwe aanslagen? Dat kunt u wel stellen, ja. We hebben uit justitiële bron vernomen dat er meerdere aanslagen waren gepland op verschillende mensen op onze lijst. Daar zijn aanwijzingen voor? Daar zijn aanwijzingen voor. We kunnen daar niet alles over vertellen. Maar het is heel ernstig. Het is vreselijk. En men schijnt vastberaden te zijn om ons schade te doen. Maar er was een soort, een soort dodenlijst? Of moet ik ja, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zijn een aantal mensen op onze lijst onder politiële bewaking gesteld. Even zeggen dat wij niet aan campagne doen. Of wil jij dat zo vertellen? Maar ik wou daar zo nog iets over vragen. Maar u staat onder extra politiebewaking op de ogen. Nou, ik niet. Maar een aantal mensen van de lijst, dwars door de lijst heen. En ik heb vanmiddag de heer Fortuyn gezien. Het was vreselijk natuurlijk om dit. Maar deze man is niet door een onbenullige moordenaarshand gevallen. Hè. Dit is een zeer professionele, uiterst koelbloedige moordenaar. Maar ik begrijp van u dat u de indruk heeft dat er misschien nog meer mensen zijn die bij hem betrokken waren en die van plan zijn om nog meer aanslagen te plegen. Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Maar we hebben dus van justitie vernomen dat er meerdere mensen op de hitlijst stonden. En die zijn onder politiebewaking. Dus dat is fijn, maar we moeten ons ernstig zorgen maken. Ik denk niet dat het een gewone milieu-idioot was. U denkt dat er meer achter zit? Nou, justitie heeft gezegd van dat we in dit stadium ernstig rekening moeten houden met het feit dat er meer dan één betrokkenen zou kunnen zijn. En als gevolg daarvan, laten we zeggen, het zekere voor het onzekere nemende, zijn dus meerdere personen van de lijst Pim Fortuyn onder bewaking gesteld. U begon er zelf al even over. Er is nu in Nederland discussie over toch in zekere mate opstarten weer van een soort van campagne. Om in ieder geval iets van politieke activiteiten mogelijk te maken. We hebben tenslotte verkiezingen volgende week woensdag. Wat vindt u daarvan? Heeft de lijst Pim Fortuyn daar een standpunt over? Ja, natuurlijk. We hebben het afgesproken in het Katshuis met de minister-president en de vicepremier is en de minister van Binnenlandse Zaken. En daarna ben ik in de Tweede Kamer met alle fractieleiders en lijsttrekkers bijeen geweest. En we hebben afgesproken dat we geen campagne gaan voeren tot de verkiezingen. Dat is afgesproken, maar u zou nu kunnen zeggen van vrijdag wordt Pim begraven. Daarna moet er toch weer iets mogelijk zijn. Nee, want hij is nog steeds nummer 1 op onze lijst. Pim is onze lijsttrekker. Ja. En de enige campagne zou toch mogelijk moeten zijn? Ja, maar dan de procedure juist nemen. Uit tijd voor de vermoorden hebben we al net afgesproken dat we dat niet zouden doen. Dit is ook geen. Wij zijn op het ogenblik niet aan het campagne voeren. Maar, dat is duidelijk. Ja. Wij willen geen campagne voeren. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Uit respect voor de overledenen. Maar ook omdat wij de gevoelens die in dit land heersen willen respecteren. En willen voorkomen dat op enige wijze de emoties hoog oplopen. En als er wel sprake zou zijn van het heropenen van een campagne door een van de partijen,
dan verwachten we op zijn minst dat daarvoor eerst een uitnodiging voor een gesprek komt, zodat de argumenten gewisseld kunnen worden. Akkoord. Ondertussen gaat de discussie door. Ik noem het even het argument Harry Mens, die zegt tegen de lijst Pim Fortuyn: stop er maar mee, Pim is dood, je moet het accepteren. En jullie hebben onvoldoende kwaliteit op de lijst om door te gaan, je kunt beter maar niet meedoen. Wat zeggen jullie daarover? Nou, over die kwaliteit van de lijst wil ik even wat zeggen. Pim, de heer Dost en ik hebben uitvoerig met veel kandidaten gesproken. En we hebben de mensen bekeken en geselecteerd op kwaliteit in eerste instantie. Dus denk niet dat er een andere lijst is waar zo'n hoog academisch gehalte, nog gehalte voor ondernemers, mensen die weten wat echt werken is. Hè. De lijst werd toch gedragen door Fortuyn? Dat is absoluut een feit, maar de mensen die wij op de lijst hebben geselecteerd zijn mensen uit de verschillende disciplines die nodig zijn om Pim en zijn gedachtegoed op de juiste manier te ondersteunen. De heer Mens heeft zelf ook een aantal kandidaten in de tijd aangedragen. Ja, zeker. En daarvan hebben wij er 4 afgewezen. U denkt dat hij een beetje boos is omdat hij die 4 kandidaten heeft ingebracht en afgewezen, dat hij nu zegt van stop? Ik denk dat de heer voor mensen in een vlaag van verstandsverbijstering dit soort rare dingen zegt. En we zijn echt niet geïnteresseerd in zijn roggebrood-theologische ideeën, dat Pim op een wolkje zou zitten en naar beneden zou kijken. Hij moet gewoon zijn mond houden. Nou, ik kan me voorstellen dat Pim alles voor hem betekende, maar Pim betekende ook alles voor ons. Ik heb in de afgelopen 2 maanden dat ik dagelijks zeer intensief met Pim heb samengewerkt, nimmer enige aanwezigheid van Harry Mens bespeurd in adviserende, politieke of zelfs financiële zin. En de partij is ook niet door hem opgericht. Die is opgericht door de heren Dost en Langendam. En ik begrijp niet hoe hij zich het recht aanmatigt iets te zeggen over de LPF. En om 50 mensen te beledigen. Ja, dat is echt. Pim zou zeggen, it's a bloody shame. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ik wil het er niet verder over hebben, want Pim zou ook nooit met modder gooien. En zolang Pim nog niet begraven is, en dat is vandaag, vind ik deze discussie ongepast. Onkies. Akkoord. Jullie hebben nog geen nieuwe politieke leider gekozen. Pim Fortuyn staat 1 op de lijst. Er kan er gewoon op gestemd worden ook. Jullie hebben geen politieke leider gekozen nog. Wie gaat er van jullie op 16 mei naar de koningin? Nou, dat zal afhangen van het tijdstip van dat Hare Majesteit ons uitnodigt. Stel voor dat het 's ochtends vroeg is en jullie nog niet hebben kunnen discussiëren over wie er de nieuwe fractieleider wordt. Ik ben, zoals afgesproken hier, de waarnemende politieke leider totdat de fractie op 16 mei definitief een nieuwe fractieleider kiest. Dus op dit moment ben ik politiek leider. En als kandidaat op het ogenblik, dat bent u? En dat is Winnie de Jong is dat. Ja. En er zijn eventueel nog andere kandidaten. En nog een derde kandidaat. We hebben straks 3 kandidaten. Nou, dat wil ik liever nu niet zeggen. Okay. Maar de druk van de media is al zo groot op onze mensen. We zullen op 16 mei in de loop van de dag 3 kandidaten voordragen aan de overige fractieleden. En als er dan misschien wel een 4e komt vanuit de fractie zelf, dan wordt die ook in stemming gebracht. Heeft de fractie op 16 mei een nieuwe fractieleider. Dat is duidelijk. De kans bestaat dat jullie betrokken worden bij een kabinetsformatie. Zijn jullie op het ogenblik in gesprek met potentiële ministers? Joep van den Nieuwenhuizen was hier vandaag. Daar is mee gesproken. Ja. Is dat een van de mensen die jullie gaan aanzoeken? We hebben in het verleden, toen de heer Fortuyn nog leefde, gesprekken gehad met mogelijke kandidaten. Maar meer ook om onder andere even te polsen wat er leeft in het land. En wat zei meneer van den Nieuwenhuizen? Nee, die is vandaag alleen maar zijn steunbetuiging komen geven. Een kopje koffie hebben we gedronken. We hebben het niet gehad over specifieke functies. Pim vond hem ministeriabel. Jullie zijn op zoek nog naar ministers op dat moment? Nee, dat is een beetje voor de muziek uitlopen. Eerst hebben we 15 mei. Dan zal de kiezer beslissen. Als wij een grote partij zijn geworden, en daar gaan we vanuit met steun van de kiezer, dan gaan we eerst kijken met wie we een coalitie zouden kunnen vormen. En dan moeten we een coalitieakkoord bereiken. En dan zoeken we daarbij de juiste kandidaten. En dat zullen inderdaad wel de mensen zijn zoals Pim. Zoals Joep van den Nieuwenhuizen. Joep van den Nieuwenhuizen bijvoorbeeld zou een kandidaat. Maar hij heeft het meer gehad in de aard van
nou ja, meneer Timmer, meneer Pieper, dat soort mensen. Op het niveau gaat het om. We willen dus echt mensen van... Maar jullie zijn nog niet op het ogenblik specifiek aan het... Nee, absoluut. Nee, geen sprake van. Dat is geen sprake van. Heren, ik dank u zeer voor het gesprek. Okay. Ik wens u sterk. Ja, dank u zeer. Okay. Ik kan nog even zeggen dat ik Willem Vermeend ook wel ministeriabel vond. Dat is niet in uw partij natuurlijk. Nee, ja, maar je weet nooit. Pim dacht nooit strikt langs partijlijnen. Hebben jullie de Vermeend al gevraagd? Nog niet. Nog niet. En zal hem ook nog niet. Nou, die mag ook blijven, toch? Nou, nee, denk het niet. Heren, ik dank u zeer. Okay. Mat Herben en Peter Langerdam. Goed, en dan gaan we nu naar Den Haag. Want hoe de lijst Fortuin er ook over denkt, er zijn steeds meer geluiden dat de verkiezingscampagne op bescheiden wijze toch hervat zou moeten worden. NOS-collega Pim van Galen. Ja, Kees, het is natuurlijk lastig voor politici om hun mond te houden. Er was een afspraak om mediastilte te betrachten, in elk geval tot de begrafenis. Nou, dat is eigenlijk al mislukt, want gisteren zagen we al de heer Veling van de ChristenUnie op televisie en vanavond mevrouw Borst. En die zei ronduit, laten we nou gewoon een sobere campagne houden vanaf ongeveer zaterdag. En dat is precies wat haar partijgenoot Van Mierlo gisteravond ook zei. De politici praten soms over een campagne alsof het een speeltje is dat ze even uit respect voor de overledene terzijde leggen. Maar het is hun speeltje niet. Het gaat over een democratie waarin een plicht tot voorlichting is, opdat de mensen weten wat ze doen als ze hun stem uitbrengen. Je bent het helemaal niet mee eens, dus. Je krijgt dus de rare situatie dat nu voor het eerst heel Nederland over de politiek praat en dat de politiek zwijgt. Dat is toch te gek voor woorden. In Os is, hoop ik op dit moment, SP-leider Jan Marijnissen. Ja, dag meneer Marijnissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft de heer Van Mierlo gehoord. U was bezig vanavond, heb ik begrepen, om een brief te schrijven aan de andere lijsttrekkers, hè, over dit onderwerp. Klopt dat? Ik heb een brief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Met het verzoek om de lijsttrekkers en fractievoorzitters bij elkaar te halen. Als het kan, niet te lang na de begrafenis van de heer Fortuin. Om toch nog even te spreken over de mogelijkheden om alsnog een geserreerde en ingetogen campagne te voeren voor 15 mei. Maar de afspraak was dat dat niet zou plaatsvinden. Waarom dan toch er doorheen fietsen? Nou, het is geen kwestie van er doorheen fietsen. Het mag bekend zijn dat de SP eigenlijk steeds op het standpunt heeft gestaan dat de verkiezingen beter uitgesteld hadden kunnen worden. Zodat er inderdaad ruimte zou zijn voor een campagne. En toch de piëteit voor de overleden heer Fortuin niet zou zijn geschonden. De fractievoorzitters hebben geoordeeld en de SP heeft zich daarbij gevoegd dat het beter zou zijn de verkiezingen gewoon door te laten gaan op 15 mei. Maar je merkt nu toch van alle kanten dat er gesprekken op gang komen. Mensen verschijnen in de media. U refereerde net even aan de heer Veling. Ik was zelf uitgenodigd voor het programma van de heer Knevel. Ik had het afgezegd. En wat schetst mijn verbazing, daar zit dan een andere politicus. Maar ik zie ook mensen van D66, de Partij van de Arbeid, van Leefbaar Nederland in de media verschijnen. En ook van de lijst Pim Fortuyn, de heer Ferry Hogendijk bijvoorbeeld bij Barend en Van Dorp gisteren. En ik denk dat het ook gewoon zo is dat, zoals Van Mierlo ook al zei, de mensen praten over politiek, ook over de erfenis van het denken van Fortuyn. En dan is het toch raar dat de politici zelf volledig hun mond houden. Er is in Nederland sprake duidelijk van verslagenheid. En dan vind ik dat op zo'n moment eigenlijk politici ook er moeten zijn om hun kiezers, maar ook de mensen in Nederland in het algemeen, te kunnen toespreken en hun oordeel te kunnen geven over de ontstaande situatie. Ja, precies. Vindt u dan dat de campagne over dat laatste moet gaan, hè? Over de kloof tussen burgers en Den Haag, waar ik net al even over had, of toch weer gewoon over de files, de wachtlijsten, et cetera? Nou kijk, ik denk dat de kern van democratie is dat je verkiezingen houdt. En de kern van verkiezingen is dat je campagne voert. Want in zo'n campagne moet een partij verantwoording afleggen over wat hij gedaan heeft. En moet hij ook vertellen wat hij voor de toekomst wil. Het gaat volgens mij veel meer over dat je hoeft geen debatten te organiseren. Je hoeft geen tumultueuze avonden te organiseren. Je hoeft geen toeters en bellen te doen. Maar je kunt wel de mensen voorlichten. Dat is de kern van democratie. En ik denk dat als wij als fractievoorzitters bij elkaar zitten en nog eens nadenken na de begrafenis van de heer Fortuin, om eventueel maandag en dinsdag geconcentreerd, geserreerd campagne te voeren, dan denk ik dat alle partijen in Nederland volwassen genoeg zijn om te begrijpen dat dat dan op een ingetogen wijze moet gebeuren. Maar dan worden het wel op die manier verre verkiezingen. Nou ja, heeft u als SP en als gevestigde partij toch ook niet een electoraal belang? Omdat je nu aan alle kanten hoort, ik hoorde vanavond een psycholoog die zei, mensen zijn hun vader verloren, hè? De heer Fortuin, een vriend, en die gaan daarom emotioneel stemmen. Denkt u door de inhoud terug te brengen dat
de aanhang van de lijst Fortuyn wat realistisch zal worden en de omvang van voor de verkiezingen zal aannemen, of van voor het overlijden zal aannemen? Nou kijk, ik vind dat je sowieso bij verkiezingen onderscheid maakt, of in deze situatie onderscheid moet maken tussen aan enerzijds de piëteit en de afschuw over de moordaanslag op de heer Fortuyn en de piëteit voor de heer Fortuyn enerzijds, en anderzijds het feit dat we verkiezingen hebben waarbij de Nederlandse bevolking uitmaakt welke politieke partijen in de Kamer zullen worden vertegenwoordigd en hoe groot die zijn, mede met het oog op een coalitievorming daarna. En dan gaat het over de toekomst van Nederland. En daar zal het gedachtegoed van de heer Fortuyn een uitermate belangrijke rol in spelen. En dat is ook goed. En heel veel mensen zijn natuurlijk ook geëmotioneerd over dat wat er gebeurd is. Dat ben ik ook. Maar het punt waar het om draait is dat de kern van verkiezingen wel is dat politici zich in de positie brengen dat ze verantwoording kunnen afleggen. En dat het dus niet raar gevonden wordt als politici ook in de media verschijnen om dat te doen. Ja, nu zagen we net twee mensen, de heer Langendam en Herbe van de lijst Fortuyn, in onze uitzending in Rotterdam zitten. U gaat hun, neem ik aan, bij het gesprek betrekken. Zeker. Ja, de heer Kok hield ernstig rekening met hun opvattingen bij het al dan niet uitstellen van de verkiezingen. Vindt u ook dat zij een doorslaggevende stem hebben bij het al dan niet hervatten van de campagne? Nou, ik vind een doorslaggevende stem aan één partij geven, dat vind ik eerlijk gezegd nogal ver gaan. Ik vind wel dat alle van partijen dat samen moeten overleggen en samen moeten besluiten. En natuurlijk hebben zij een belangrijke stem daarin. Maar ik heb zelf ook het gevoel dat Leefbaar, de partij Pim Fortuyn, de lijst Pim Fortuyn, zelf ook worstelt met wat kan wel en wat kan niet. Ik bedoel, als ik Ferry Hogendijk, vijfde op de lijst, dacht ik, van LPF, zie ik gisteren bij Baart en Van Dorp, dan denk ik, ja, daar zie ik ook een politicus zonder remmingen. En ik heb daar niks op tegen. Ik bedoel, we kunnen toch met piëteit spreken over de heer Fortuyn en zijn gedachtegoed, maar anderzijds op een ingetogen wijze verantwoording afleggen over wat partijen gedaan hebben, wat ze van plan zijn voor de toekomst en hoe ze aankijken tegen het gedachtegoed van de heer Fortuyn. Het lijkt mij erg goed om daar juist aan de voorhand van de discussie over te discussiëren met elkaar. Ja, dus een belangrijk thema voor u tot slot is de erfenis, het ideegoed van Fortuyn, toch een beetje in discussie brengen. Precies, juist omdat hij, nou, wat de afgelopen dagen wel is gebleken, wat hij in Nederland heeft losgemaakt. En dan denk ik dat het goed is dat ook de lijst Pim Fortuyn aan die discussie meedoet, maar ook andere partijen in de gelegenheid gesteld worden om te zeggen wat zij vinden van hoe de politieke situatie in Nederland op dit moment is. Ja, goed. U gaat die brief op de bus doen of op een andere manier. En ik neem aan dat dan vrijdagavond of zaterdag dat spoedberaad met de lijsttrekkers zal plaatsvinden. Dat neem ik aan, ja. Ja. Dank u zeer, meneer Marijnus. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en via Os en Den Haag gaan we naar Rotterdam. Daar is verslaggever Jan van Loenen op de Koolsingel, waar feest gevierd wordt, want Feyenoord heeft de UEFA Cup gewonnen. Jan, het loopt daar nu natuurlijk vrij vol, maar was het tijdens de wedstrijd ook eigenlijk druk op die Koolsingel? Op de Koolsingel was het niet druk, dat wil zeggen een stuk hier voor het stadhuis waar we nu staan, waar nu wel al die mensen staan. De meeste mensen waren tijdens de wedstrijd op de lijnbaan, dat is hier rechtachter. Daar zijn allemaal terrassen ingericht waar volop gedronken en gekeken kon worden na de wedstrijd. Direct na de wedstrijd is de Koolsingel toch volgestroomd en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het zou hier hermetisch worden afgesloten, werd ons verzekerd voor de wedstrijd. Want mocht Feyenoord winnen, ja, dan zou het toch op deze plek rustig moeten blijken. En dat heeft dan weer alles te maken met het feit dat deze plek ook wordt gebruikt om Pim Fortuyn te gedenken. Daarvoor liggen ook nog steeds de bloemen hier ter linkerzijde van mij. Vandaar dat het hier rustig zou blijven. Het is niet zo, maar je kunt niet zeggen dat het onrustig is. Dan staat het als dat er geen ongeregeldheden zijn, is ons net door de politie gemeld. Bij het Hofplein, een stuk verderop hier, daar sprongen wel vrij snel na de wedstrijd de eerste mensen in het fontein. Een traditie hier in Rotterdam als Feyenoord een cup wint. En als ik het begrijp, horen wij en zien wij die beelden nu er ook van. Dat hoort erbij. Hier voor het huis wordt het wel alsmaar drukker en luidruchtiger. Ja, Jan, en wat is eigenlijk de verwachting? Dat de Koolsingel stroomt vol, de binnenstad stroomt vol. Maar het is niet de bedoeling, geloof ik, dat de spelers met of zonder cup zich zullen laten zien daar. Nou, dat is niet de verwachting, want dat is ook helemaal niet door de Rotterdamse burgemeester goed gevonden. Hij heeft gezegd dat het is niet gepast om nu een feest te vieren. Ja, daar trekken de supporters zich hier dus niet heel erg veel van aan, zoals je kunt horen. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat zij nu nog vanuit de Kuip hier met een bus bijvoorbeeld naar het stadhuis zullen rijden. En ze dan op het balkon hier boven mij zullen vertonen.
Maar ja, we wisten ook niet dat het hier zo druk zou worden na de wedstrijd. Dan zou ook alles afgesloten worden. Dus je weet het maar nooit. Maar ik zie dat eerlijk gezegd niet 1-2-3 gebeuren. Nee. De Duitse supporters en de Feyenoord supporters zijn de hele dag nogal uit elkaar gehouden. Hoe gaat dat nu na de wedstrijd? Ik kan hier beoordelen wat op de Coolsingel gebeurt. Hier waagt zich geen enkele Duitse supporter, zoals je zult begrijpen. Wel een paar bedremmelde Duitse verslaggevers staan hier hun landgenoten toe te spreken. Maar ik denk dat de supporters die in de Kuip waren, nu met bussen teruggaan naar Ahoy. En daar vandaan met stille trom richting Duitsland zullen vertrekken. Maar helemaal zeker is ook dat niet. Maar ons bereiken geen berichten dat er Duitse supporters onderweg zouden zijn naar de Coolsingel. Dat zal ze ook wel uit hun hoofd gepraat zijn. Ja. Nou, er is vooraf nog helemaal los van de dood van Fortuyn, is er vrij benauwd gekeken naar deze avond. Er zou buitengewoon veel politie op de been zijn en alles zou erg streng moeten verlopen. Wat is daar nu eigenlijk nog van over? Nou ja, kijk, ik denk dat ze het beleid hanteren dat zolang het goed gaat en wat er nu gebeurt is kennelijk wat er goed gaat, dat ze niet ingrijpen. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar op de Coolsingel staan ook ME-busjes opgesteld aan de rand van de lijnbaan. Die staan daar, er zitten ook ME'ers in, maar die vertonen zich eigenlijk niet in volledige uitrusting aan het publiek hier. En dat lijkt de-escalerend te werken. Dus het is niet de bedoeling, maar het gaat wel goed. Goed. Jan Verloenen in Rotterdam, in feestelijk Rotterdam. Dankjewel. Terug dan weer naar de affaire Fortuyn, zo zullen we het maar noemen. De roep om veiligheid voor politici die klinkt steeds luider. Nu de onbeschermde Pim Fortuyn werd vermoord. En tekent dat Nederlandse politici vanaf nu niet langer meer spontaan op de fiets, bijvoorbeeld over het Binnenhof, zullen rijden. Meer bescherming wordt, ook als het dadelijk rustiger wordt, onontkoombaar. Zo lijkt het. Vraag is of dat veel oplost. Want, zeggen deskundigen uit Amerika en Israël, je kunt veel beschermen, maar niet alles en niet altijd. En vooral de komende tijd moet men in Nederland oppassen, zeggen die experts. Want er kan iemand opduiken die zich door de aanslag op Fortuyn heeft laten inspireren. De copycat. Jerry Parr in de witte jas is in 1981 de bodyguard van president Ronald Reagan. Parr duwt Reagan in de auto en tegen het protocol in rijdt hij Reagan niet naar het Witte Huis, maar naar het ziekenhuis. I just took one look at him and made a quick decision to take him to the George Washington Hospital. We had run that route that morning just in case. We always do that with the drivers that have to do it. Because in Washington, you know, you could have a road closed at the last minute. So we made sure that that route was clear. And actually, from the first shot till we got him into that emergency room was only 3 minutes. That helped save his life because he was bleeding to death in that left lung. That picture shows me with a very distressed look on my face. I mean, you know, this is your moment of where truth and training come together at the X, which is the kill zone. And either you do it or you don't do it. And you've got to do it because I'm the closest one. So you have to have proximity. That's what we've always believed in, is that somebody has to be close enough that's trained to do something. It happened to work that day for us, and except for the ricochet, we would have come out totally unscathed. Van 1964 tot 1981 was Jerry Parr agent bij de Secret Service. Hij beschermde menig hoogwaardigheidsbekleder. Nederland mag dan geschokt zijn over de moord op Fortuyn. Parr zelf is niet verbaasd. Because it hadn't happened in so long. I mean, 400 years it hadn't happened. And I'm not surprised because evil is sort of everywhere. And I remember what happened to Prime Minister Palme from Sweden. And he didn't have any protection either. And even when you do have it, it's problematical that somebody might get through and do something terrible. Avraham Rotem werkt bij de Israëlische geheime dienst. En hij was daar jarenlang chef van de afdeling Very Important Persons. Premier Golda Meir was een van zijn cliënten. In Israël werkt de veiligheidsdienst met zogenaamde ringen om politici. Om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Meer die protégé, meer die man who is protected, is a circle, the last circle around him. Means to say,
He is the one to foil. He is the one to see to it that the even there will be shooting, he will shoot back and he will rescue the personality. So that's one circle. The other circle is a deterrence, means to say you put police around him. A third circle will be intelligence that you will do, etc., etc., etc. And that it goes of circles, different circles of security. De Secret Service in de Verenigde Staten bestaat 100 jaar en oefent regelmatig, zoals hier in een nagebouwd dorp. Maar hoe goed je je ook voorbereidt, alle risico's uitbannen is onmogelijk. 4 presidenten raakten in de vorige eeuw gewond en Kennedy werd vermoord. We know our history. We know that it's dangerous out there. Yet we know that it's very difficult to cover every hypothetical uncertainty. And there's no such thing as 100% protection, although we try to achieve that. Ook de moord op Rabin toonde de kwetsbaarheid van bescherming aan. Somebody is made up his mind and his determination is to an extent that I must do it. He will, one way or the other, he will succeed. He can succeed if he's a bomber, you know, a suicide bomber. That's very dangerous. And he can succeed at the moment that he will wait till he will find the gap where to break through and to come to get his target. So it wouldn't take immediately, it would take long and long and long. And that's the security role is to see that it will take him longer and longer and longer. Bescherming betekent het inleveren van een groot deel van je privacy. Minister Zeevi werd vorig jaar vermoord in Israël. Hij wilde geen bodyguards, net als Pim Fortuyn. Without cooperation, there is no security. There is no security. And all people who are protected, they one way or the other, they have to give up things. They have to change their life according to the security regulations. And not everybody likes it. Minister Zevi didn't like the security around him. He felt that here in Israel we are free to go everywhere and we don't have to fear nobody. Jerry Parr, hier met Helmut Schmidt en Ronald Reagan, heeft tot slot een waarschuwing. De moord op Pim Fortuyn kan leiden tot imitatiegedrag. Because there's a copycat effect. It has been traditional in the United States. When an event like that takes place, especially one like Kennedy, or one with attacks on Ford or with Reagan, you get people threatening. They come right out of the woodwork. It's like the emotion, especially on television. Dit was het voor vanavond. Morgen is het Hemelvaartsdag, dan is er geen Nova. Vrijdag zijn we er weer. Goedenavond.